ben hier bij de Eerste Nederlandse Parachutistenclub. En we zijn hier omdat we een opleiding gaan geven aan mensen die willen leren parachutespringen. Hallo, hoe komen we vandaag springen? De mensen die komen parachutespringen, dat is redelijk divers. Zijn het allemaal daredevils? Nee, het zijn eigenlijk helemaal geen daredevils. Het zijn op het algemeen mensen die ook echt gekozen hebben om dit te gaan proberen, om dit te doen. Ik wil parachutespringen omdat het me gewoon heel gaaf lijkt. Dus ik wil het gewoon een keer doen. En ik ben heel erg benieuwd of ik het leuk ga vinden. De Static Line opleiding is een opleiding waarbij we de parachutist opleiden tot het maken van een sprong. Bij het verlaten van het vliegtuig zal de Static Line ervoor zorgen dat de parachute zich vanzelf opent. De bedoeling is dat je eerst de exit van het vliegtuig gewoon goed leert beheersen. En op het moment dat dat is aangetoond, dan gaan we steeds verder tot het eind zeggen van je mag daadwerkelijk een vrije val gaan maken. En op het moment dat we dat hebben gedaan, komen er steeds meer oefeningen bij om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk een zelfstandig parachutist kunt zijn. Ik verwacht een hele spannende dag eigenlijk. Dus we hebben vandaag eerst theorie. En dan als het goed is gaan we morgen ook echt het vliegtuig in. We starten de opleiding in eerste instantie met een inleidend praatje. Wat ze kunnen verwachten. En zodra ze dat hebben gehad gaan we direct verder. Dan is de opleiding opgedeeld in drie cycli. Allemaal bedoeld om vanaf het moment dat ze het vliegtuig instappen tot daadwerkelijk het landen. En ook situaties die ze voor kunnen doen, dat ze op moeten lossen, dat we die gaan behandelen. Ja, ik vind het wel spannend. Ja, die eerste dag is natuurlijk nog eerst de cursusdag en dan weten we niet zo goed wat we kunnen verwachten. Maar ik denk dat zeker morgen een hele spannende dag gaat worden. Ja. Zo begin in instantie bij de eerste cyclus het stukje introductie, hoe dat je moet sturen, hoe dat je moet landen en hoe dat je het vliegtuig moet verlaten. Vervolgens gaan we verder dat uitbreiden en gaan we ze de complete checklist leren hoe dat ze hun hoofdparachute moeten controleren op de luchtwaardigheid. En hoe ze moeten reageren op een daadwerkelijke noodsituatie. Uiteindelijk sluiten we af met de derde cyclus waarbij we ook nog bijzondere situaties gaan behandelen. En we sluiten uiteindelijk af met een theorietoets en een praktijktest. 2001, 2002, 2003, parachutecontrole. Schok! Noodprocedure. Kijken, pakken. Trekken, kijken, pakken, trekken, hol! Ja, zo'n dag als gisteren, dat heeft enorm bijgedragen aan wat we dan vandaag gaan doen. We hebben enorm veel geleerd en ik vind het echt bizar hoeveel je in één dag te weten komt over iets waar je eigenlijk helemaal nog niets van wist. Ik zie het zelfvertrouwen over het algemeen van de leerling juist toenemen. Maar er zit ook op een gegeven moment een stukje spanning wat toe gaat nemen, omdat ze uiteindelijk echt het vliegtuig in zullen moeten gaan. Ik heb er wel vertrouwen in. Ook zeker omdat je met heel veel dummy werkt. Dus je hangt al in het harnas en je hebt al een keer uit een soort dummy vliegtuig gesprongen. Dus alles is wel bekend. Als je nu ziet waar we gisteren, wat we allemaal geleerd hebben en wat we vandaag dan in praktijk moeten brengen. En dat het gewoon allemaal goed gaat en dat je controle hebt en dat je ook landt waar je ongeveer moet landen. Ik denk dat dat ook wel een kick is dat het gewoon... Als het allemaal lukt, dan zou het echt fantastisch zijn. Ja. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Vet. Onbeschrijfelijk vet. Misschien wel het engste moment van de hele sprong is dat je dan echt op positie moet gaan zitten en dat je dan uit het vliegtuig moet springen. En dat kan je denk ik ook nooit oefenen, hè? Je oefent wel van de mokken. Het is echt niet uit te leggen. Maar het is niet uit te leggen, nee. En als je dan eenmaal springt, dan gaat alles vanzelf. Maar vooral het moment van het doen, ja, dat is wel echt, vind ik wel een moment wat ik dan niet snel zou vergeten. Nee. Ja, als je eenmaal dan onder de parachute hangt, dan heb je tijd om te beseffen wat je aan het doen bent en dan hang je in de lucht. Het uitzicht was echt wel heel erg mooi. Ja. Het uitzicht was super mooi. Ja, tot zover je kan kijken. Nee, dat is heel vet. Maar en eng en surrealistisch tegelijk. Dus alles.